Vecoso zorgt al 16 jaar voor veilige communicatie in de zorg. Maar in die tijd is er veel veranderd. Ze staan nu op het punt om de aansluitovereenkomst met 50.000 zorgaanbieders te vernieuwen. Dat geeft de zorgaanbieders toch onnodig veel werk. Waarom doen ze dit eigenlijk? Melanie van den Berg kan ons meer vertellen over de nieuwe aansluitovereenkomst. Nou, we gaan de aansluitovereenkomst met zorgaanbieders vernieuwen, omdat Vecoso flink is gegroeid sinds de oprichting. Er zijn meer diensten ook bijgekomen. En daarom gaan we nu de aansluitovereenkomst vernieuwen. Je moet je voorstellen dat sommige overeenkomsten dus ook nog uit die beginperiode stammen. Dus die zijn dus nu al zo'n 16 jaar oud. En daarom maken we nu in één keer de slag om al die overeenkomsten te vernieuwen. De nieuwe aansluitovereenkomst is gemaakt om het berichtenverkeer veilig te houden. Frank Ooms is de projectmanager van de aanmeldstraat. Een systeem om het aanmelden gemakkelijker te maken. Hoe werkt die aanmeldstraat precies? Ze krijgen van ons een uitnodiging via een e-mail. Die gaat naar de contactpersoon toe. En die krijgt eigenlijk een soort warning van joh, het is zover. Jullie kunnen binnenkort aan de slag met het vernieuwen van die aansluitovereenkomst. Dat heeft met name te maken met het nagaan of de AGB-code, inschrijving helemaal in het AGB-register klopt en letterlijk op de letter klopt. Hetzelfde met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de onderneming. Klopt die? Juiste adres, juiste tekenbevoegde, dat echt alles up-to-date is. En dan nog even kijken of je de juiste contactpersoon bij Vecoso hebt staan om die hele transitie van die aansluitovereenkomst binnen 10 minuten goed te kunnen voltooien. Als je dat doet en dat goed hebt voorbereid, dan kom jij er in 10 minuten doorheen. Zorgaanbieders zitten natuurlijk niet te wachten op extra administratief werk. Zij willen zoveel mogelijk tijd besteden aan wat zij het beste doen: zorg bieden. Johan is coördinator bij het servicecentrum van Thebe. Zij bieden thuiszorg en woonzorgcentra in een groot deel van Brabant. Nou ja, als Vecoso ons de gelegenheid geeft dat wij maar één overeenkomst hoeven te sluiten, maar we al die 31 bedrijfs-AGB-codes onder kunnen hangen met allerlei verschillende zaken die ze moeten doen met Vecoso, ja, dan denk ik dat wij aardige winst maken. De nieuwe aansluitovereenkomst is gemaakt om de digitale berichtenwisseling veilig en eenvoudig te houden. De aanmeldstraat is er om dat soepel te laten verlopen. Check je inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de AGB-code en de Vecoso-contactpersoon. Dat maakt het een stuk gemakkelijker.